Wat is er ooit met Giet gebeurd dat hij beroerd wordt van het bordje Maastricht? Hier is deel 1 van Het leven van Giet Jaspers. Er zijn twee soorten mensen, vertellers en luisteraars. Giet Jaspers, die ik voor het eerst heb leren kennen toen we samen op de Filmacademie in Amsterdam zaten, in het begin van de 60e jaren, behoort duidelijk tot de vertellers. Ikzelf hoor bij de luisteraars. Vanaf de eerste schooldag voerde Giet Jaspers het hoogste woord. Toen al hing ik aan zijn lippen en moest erg vaak erg om hem lachen. Na de Filmacademie hebben we vrijwel nooit meer contact gehad. Vanuit de verte volgde ik Giets carrière als televisiemaker. Honderden programma's maakte hij met mensen als Ruud van Hemert, Wim T. Schippers, Sonja Barend, Berend Boudewijn en Paul Hane. Verder was hij speelfilmproducent, televisiepresentator en zakenman. Een paar jaar geleden kreeg Giet Jaspers een wekelijks radioprogramma, Ontmoeting in de Natuur, bij de VPRO. Via mijn autoradio hoorde ik in 1994 rijdend de weg van Purmerend naar Amsterdam, tijdens de uitzending van het programma, dat zijn einde nabij was. Na 30 jaar en nog steeds een hartstochtelijk luisteraar, nam ik weer contact met hem op. In de hoop dat hij nog tijd en kracht genoeg zou hebben om het verhaal van zijn bewogen leven aan mijn camera toe te vertrouwen. Eindelijk thuis. 55 jaar en eindelijk thuis. Hier woon ik. In de molen aan het Gein, vlak onder Amsterdam. Hier, waar de duiven rondvliegen, waar de kippen lopen op mijn erf, waar de bloemen zo prachtig bloeien, hier voel ik me pas thuis. Ik weet het wel. Ik ben geboren in Zuid-Limburg, tussen de heuvels in een klein dorpje. En toch voelde ik me er nooit thuis. Mijn geboortehuis. Hier ben ik geboren en getogen. Door dit poortje kom ik binnen als jongen van een jaar of 8. Herinneringen zonder geluid. Geluiden zonder beelden. Ik ben 9 jaar en onbekommerd. Ik zie de grote gang, de grote keuken, de hoge deuren. Ik loop van boven naar beneden en van beneden naar boven en ren de deur uit om buiten te gaan spelen. En het leven is zonneschijn. En dan verandert datzelfde huis, diezelfde gangen, diezelfde deuren, diezelfde keuken veranderen in hermetisch gesloten dingen. De gangen lijken me op te sluiten. De deuren geven geen toegang. En er is nog maar 1 plek waar ik huilen kan. En dat is op mijn kamer. Langzaam maar zeker drukt het huis zich bovenop me. Langzaam maar zeker voel ik me beklemd in deze burcht van onbegrip. Langzaam maar zeker kan ik hier niet meer leven. Ik hoor stemmen die ik niet kan verstaan. Ik ben 14 jaar. Ik lees boeken die zij niet zullen begrijpen. Ik ben 16 jaar. Ik denk dingen waar zij nooit over praten. Ik ben 18 jaar en ik weet dat ik hier weg moet. En ik ga, voor de laatste keer als ik 21 ben, de trap af, door de gang die ik als kind zo groot en mooi vond en die mij nu zo beklemt van alle kanten. En ik doe de grote deuren open. Ik loop de stenen trap af. En ik denk, ik kom nooit meer terug. Vaarwel, huis van misverstanden. Vaarwel en tot nooit weer. Vroeger
Vroeger, in de 50er jaren, was er een liedje van Eddie Christiani. En dat ging zo. Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan, met vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik, en dat ging dan zo verder. En dan kwam het couplet en daar ging het eigenlijk om. Kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het koren rijp is, word je dan mijn vrouw. En nu ben ik 55 jaar en ik woon hier met Greetje aan de polder. De molen met rood-witte luiken, de witte waterlelies en het slootje ervoor. En toen woonde ik er 2 jaar geleden. En na een maand werd ik ziek. En ik ging naar het ziekenhuis en ze constateerde darmkanker bij me. Ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Ik ben geopereerd. En het was niet meer te opereren. En daarna ben ik bestraald. En ik ben zo godsallemachtig ziek geworden door al die dingen. En toen begraven mijn nieren het ook nog. En toen heb ik meer dan 1 jaar achter dat raam met die rood-witte luikjes gelegen. En nu hebben ze me weer een beetje opgekalafaterd. En kan ik weer een beetje zitten zingen hier van de rood-witte luiken en Greetje. Maar toch is mij het einde aangezegd. En dat valt niet mee. Het is zondag 23 april 1995. En ik zit hier op de Berghofweide, midden in Zuid-Limburg. Een van de allermooiste plekjes die Nederland kent. Hier ben ik geboren. Hier ben ik getogen. En toch voelde me ik hier niet thuis. Ergens ver en ergens dichtbij, voor mijn gevoel, liggen mijn ouders begraven. Mijn vader, met wie ik het niet kon vinden. En mijn moeder, met wie ik niet eens kon praten. Hier over de heuvels, ergens, liggen ze begraven. Ik heb hun graven nooit opgezocht. Want zelfs na de dood hadden wij niks meer te zeggen tegen elkaar. Hoe kwam dat nou? Ik ben geboren aan de rand van Maastricht. Mijn hele familie woonde in Gronsveld, een klein dorpje, hier achter die heuvels. Dat bestond eigenlijk maar uit 1 straat, de Rijksweg. En die hele Rijksweg was familie van me. En iedere keer was ik daar met mijn vader, 2-3 keer per week. En nooit heeft mijn vader verteld over zijn vader. En nooit heeft mijn moeder verteld over haar moeder en vader. Mijn grootouders heb ik nooit gekend, terwijl ze in dat kleine dorpje, ze waren weliswaar dood, maar niemand sprak daarover. In dat hele kleine dorpje van 100 man werd nooit meer gesproken over mijn grootvader en mijn grootmoeder. En ik durfde het ook niet te vragen. En het rare was, mijn vader had 3 broers, 4 broers, ik zou het niet weten, zussen. Iedereen was familie van mijn moeder, van mijn vader. En ik heb nooit kunnen herkennen wie nou familie was van elkaar. Nooit was er intimiteit tussen de mensen. Nooit kwam je dichterbij dan vla eten en koffie drinken. En zo is het gekomen dat ik, ondanks het feit dat er een enorme familie was op die Rijksweg, dat ik me zonder familie voelde, me helemaal alleen waande, zonder wortels, zonder roots. En dan zit je hier in dat prachtige landschap. Maar je bent alleen en je blijft alleen. En daar valt niet meer over te praten. MUZIEK
Hoe komt dat, dat een mens zo reageert op iets dat zo lang geleden plaats heeft gevonden? Ja, ik heb dat mijzelf heel vaak afgevraagd natuurlijk. Wat is er, waarom is het zo dat als ik op de snelweg het bord Maastricht zie, dan word ik fysiek helemaal beroerd. Dan word ik... buiten Amsterdam heb je het woord Maastricht, daar staat het al, Maastricht. En op de een of andere manier is alles voor mijn gevoel mislukt. Van mijn 11e tot mijn 17e, 18e jaar toen ik in militaire dienst ging. Zijn alle pogingen om een leuk mensenleven te leiden, zijn allemaal mislukt. Op de een of andere manier kon ik vanaf mijn kind zijn tot aan mijn 17e, 18-jarige leeftijd, kon ik niet de woorden vinden of de woorden, de juiste woorden treffen om dat leven te accepteren. Het was altijd alsof ik... Ik begreep er gewoon niks van wat er om me heen gebeurde. Ik snapte er helemaal niets van. En de dingen die ik leuk vond, die vond niemand leuk. Bijvoorbeeld een gedicht lezen, dat vond ik het leukste wat er was. Maar er was niemand in mijn omgeving die ook maar ooit één woord van een gedicht had gelezen. Ook je vader niet? Nee. Mijn vader had nooit gelezen. Mijn vader heeft nooit boeken gelezen. En mijn moeder al helemaal niet. En er was altijd een soort... Je had altijd geheime gedachtes. Ik liep daar door het bos en ik genoot op mijn manier. En daar waren altijd geheime gedachtes. Want ik dacht, dat kan ik niet zeggen. Want als ik dat zeg, dan gaan ze me uitlachen. Er was altijd een enorme afstand tussen wat zij deden en wat ik deed. En begrijp me goed. Ik denk dat veel mensen dat gevoel hebben in hun jeugd. Maar ik vertel er nu over wat mij is overkomen. En het is mij overkomen in optima forma. Op een gegeven moment zei ik niks meer. Toen zei ik helemaal niks meer. Ik heb geloof ik 2 jaar lang thuis gezwegen. Helemaal niets meer gezegd. Omdat ik dacht, alles wat ik zeg, dat wordt verkeerd begrepen. De geheime gedachten die je had, wat waren dat voor geheime gedachten? Ja, de geheime gedachten die ik had, die waren altijd heel simpel. Die waren, dan moet ik een beetje sentimenteel doen. Die gingen over tederheid. En over liefde. En over ontroering. En ik merkte dat andere mensen dat niet hadden. Ik ben, dat geef ik graag toe, heel snel ontroerd. Maar dat had ik toen ook al als kind. En dat je daar op zijn heuvel staat. En dat je de natuur om je heen ziet. En die groeit helemaal in je, die natuur. Dat is zo'n fantastisch gevoel. Daar heb je ons lieve Heer niet voor nodig. En op de een of andere manier kon ik daar kon ik absoluut geen woord over zeggen met niemand om me heen. Want dan werd je gewoon ontzettend uitgelachen trouwens. Wat had ik moeten zeggen? Ik was misschien een dichter in gevoelens, maar ik kon niet dichten. Maar dat hele, laten we zeggen, de subtiele van het leven. Dat hele fijne, de aanraking van een vader of een moeder. Alleen maar een hand op je schouder leggen of zo. Ik verlangde daar hartstochtelijk naar. Dat was een soort... Ik las gedichten toen ik een jaar of 11 was. 10, 11. Van Guido Gezelle. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Toen dacht ik, dat is mijn vriend Guido Gezelle. Die kan zo... zo mooi over de natuur zeggen. Dat voelde ik. Zo moet je naar de natuur kijken, zoals die man keek. Dat sprak mij aan. Het was in de blijde mei, ei. Het was in de blijde mei. En komend achter het land gegaan, ik zag al die blijde blomken staan. Het was in die blijde mei, ei. Het was in die blijde mei. En het is alweer heel lang geleden. Ik was een jaar of 10
dat ik door deze deur ging, hier in het Witte Vrouwenveld, met mijn vader. En we gingen naar Chandu, een illusionist. Moet u vergelijken met Rastelli nu. En we zitten daar in die zaal. Ik ben een jongen van 10 jaar. En plotseling roept Chandu, die roept mijn vader op het podium. Mijn vader, die zeer strenge man, met die zeer scherpe potloden in zijn jaszakje. Die man die onkreukbaar was, die nooit lachte, die werd op het podium geroepen. En hij komt op het podium bij Chandu. En Chandu werd geblinddoekt. En die ging over het lichaam van mijn vader. En die zei tegen mijn vader, u hebt iets aan uw ogen. En toen zei mijn vader, tot mijn stomme verbazing, ik zat tussen dat publiek als jongen van 10. Toen zei mijn vader, ik ben blind aan 1 oog. En dat wist ik niet. Ik was 10 jaar oud. Ik moest daarvoor naar zo'n avond toe om te horen dat mijn vader blind was aan 1 oog. Dat kon je niet zien. Blijkbaar hadden ze dat glazen oog zo goed gemaakt dat hij blind was aan 1 oog. En dat hij me dat nooit verteld heeft. Dat heb ik hem eigenlijk nooit kunnen vergeven. Maar waarom heb je hem dat niet vergeven dan? Ik kon hem dat niet vergeven. Het was voor het eerst dat ik merkte dat mijn vader geen vertrouwensband met mij had. Ik heb altijd gedacht dat een vader en een kind, een zoon, dat die heel dicht bij elkaar waren, heel intiem met elkaar waren. En toen voor het eerst merkte ik dat je dat niet had met je eigen vader niet. En je voelt je alleen maar alleen daardoor. Het was voor mij een onvoorstelbare klap in mijn gezicht. Dat ik midden in zo'n zaal, zo'n volle zaal, moest horen dat mijn vader, mijn eigen vader, blind was aan 1 oog. Ik heb dat nooit meer kunnen vergeten. Bij andere gezinnen, die hadden dus iets met elkaar. Wat ik niet, je kunt je dat niet voorstellen. Maar ik heb met mijn moeder nog nooit 1 regel gewisseld. Mijn moeder, die zei alleen, let op, een vlek op je broek of eet je eten, je bordje leeg. En met mijn moeder was niet te praten. Een hele gesloten vrouw die alleen maar aan de negatieve dingen van het leven dacht. Als je zei, kijk, een vogel, dan zei ze echt, ik heb dat 1 keer meegemaakt. Dan zei ze, ja, die wordt toch straks doodgeschoten. En dat was zo'n negatieve uitstraling. Ze wilde niks. Mijn moeder wilde niks. Ze wilde niet naar de film, ze wilde geen boeken lezen, ze wilde niet geamuseerd worden, ze wilde geen bezoek, ze wilde geen. Het was echt rampzalig. Het enige wat ze deed was dat huishouden, achter elkaar door dat huishouden, maar met 6 kinderen. En breien, breien, breien. En voor de rest was ze er niet. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Van mijn, zeg maar, van mijn 8e tot mijn 13e jaar. En wie kan nou zeggen dat hij in zo'n schitterende omgeving is opgegroeid? Midden tussen de prachtige bloeiende fruitbomen. Deze grazige weiden. De grotten. Wij speelden als kinderen boven op die grotten. En dat er nooit iemand is afgelazerd, dat begrijp ik nou nog steeds niet. Maar wij speelden ook in die grotten. Erop, eraf. Hier rennen, de heuvels af. De weggetjes volgen, de holle weggen. Hier overal tussen de weilanden. Het was gewoon een verrukkelijke tijd. De tijd dat je onbekommerd bent. Dat je niet denkt aan de toekomst. Dat je net iets van het leven weet, maar te weinig om je zorgen te maken. Precies die leeftijd, zo rond je 10e jaar. Dat je op je fiets van al die heuveltjes kunt afglijden. En dat je je nergens zorg over maakt. En dat wordt hier allemaal begeleid door de vogels die zingen, door de bloeiende bomen, door de schapen, door de vrolijkheid, de immense vrolijkheid van de natuur. En toch was er iets wat me altijd beklemde, ook in die tijd. Wat toch die onbekommerdheid aanvrat. En dat was het katholieke geloof. Daar werd je al als kind, werd je daar als 4, 5-jarige, je eerste heilige communie op je 6e, 7e jaar, werd het katholicisme in je hoofd geslagen. Met heipalen sloegen ze het erin. En er ontstond
eigenlijk een soort angst voor dat geloof. En een angst voor God. En een angst voor straf. En een angst voor het hiernamaals. Er was één fascinerend en tegelijkertijd angstwekkend gedeelte van dat geloof. En dat waren de wonderen. Altijd kon er een wonder gebeuren. En dan zou je zeggen, nou, dat vind ik wel leuk als mij een wonder gebeurt. Maar dat was niet zo. Want als er een wonder gebeurde, als Maria aan je verscheen, dan ging er iets gruwelijks met je gebeuren. Dan werd je weliswaar ouder, maar je knieën gingen etteren. Je armen kon je niet meer bewegen. Je werd wel heilig. Maar het eindigde toch rampzalig met je. En dat werd er al als kind werd dat erin gepompt, die wonderen. Dat was gebeurd. Die mensen waren dat was overkomen aan die mensen. En ik herinner me nog dat ik 8 jaar was. En ik had steeds gebeden in de kerk. Onze lieve Heer, laat toch in godsnaam geen wonder aan mij gebeuren. Want ik wil nog zo graag langer leven. En dan maar geen Maria aan me verschijnen. Maar in die etterende wonden, daar heb ik helemaal geen zin in. En toen was ik 8 jaar. En ze hadden mij verteld, net als bij Bernadette van Soubirou in Lourdes, dat Maria verschijnt op een stille zomeravond. Dat de bladeren gaan bewegen terwijl er geen wind is. En dan komt Maria. En ik lig als 8-jarige daar in mijn bed. Het raam staat open. Er is geen wind. Het gordijn hangt eerst doodstil. En dan zie ik, vanuit mijn ooghoeken, zie ik dat het gordijn langzaam begint te wapperen. Terwijl er geen wind is. En ik word heel bang. Ik denk, Maria gaat nu aan me verschijnen. Ik krimp in elkaar als kind. Ik wil niet dat Maria aan me verschijnt, want dan gaat het slecht met me aflopen. En dan opeens hoor ik hemelsgezang. Ik hoor iets als di da da nu da da di da da di da. En toen dacht ik, nou ben ik verloren, want het zijn de engelen die uit de hemel nederdalen. En er gaat nu een wonder gebeuren en straks zit ik met die etterende knieën. En ik weet niet meer hoe het is afgelopen, maar ik heb mezelf in slaap gehuild en het wonder is niet doorgegaan. En toch, 1 jaar later, maakte ik het kleine wonder mee. Want achter me, in die grotten waar ik altijd speelde, had een meisje van 1 jaar of 9 een grandioos idee gekregen. Ze had in een van die nissen, had ze allemaal kaarsjes neergezet, stompe kaarsjes die ze notabene gestolen had in de kapel van Onze Lieve Vrouwe Sterren der Zee. En in dat grotje had ze al die kaarsjes geplant. En wij stonden in een rijtje voor deze rotsen, voor deze grotten, met 5 cent in onze handen. En hier stond je dan, met je 5 cent in je hand, achter me, een stuk of 10, 12 jongetjes, netjes tegen de rotswand aan. Want het moest allemaal ordelijk verlopen, anders vloog je eruit. En als je aan de beurt was, dat was dan wanneer een jongetje hier terugkwam, dan moest je hier aan iemand, ook weer een jongetje, die 5 cent geven. En dan ging hij om de hoek en daar stond ze. Een meisje van 9 jaar. En ik vond het op dat moment het mooiste wat ik ooit gezien had. Veel mooier dan de Sterren der Zee in de kapel in Maastricht. En ze had een wit jurkje aan. En dan mocht je dichterbij komen. En het was ademnemend. De adem stokte je gewoon in de keel. En dan tilde ze haar rokje op. En dan zag je iets waarvan je alleen maar gedroomd had. En eigenlijk zag je niks. Want er was eigenlijk niet zoveel te zien. En heel zachtjes hoor ik dan het liedje weer wat we toen vaak in de kerk moesten zingen. O Sterren der Zee, o Sterren der Zee, geleid ons niet in bekoring, o Sterren der Zee. Volgende week woensdag het tweede deel van het leven van Giet Jaspers, ook dan om 9:30.